kijken of alles goed werkt. Zo, goedemorgen. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij deze les Yin Yoga vanuit de Fresh Fitness Online groep op Facebook. Mijn naam is Romy, voor de mensen die mij nog niet kennen. Dit keer stream ik vanaf de ruimte onder mijn huis. Volgende keer waarschijnlijk weer vanaf Fresh. Ik geef je een aantal minuutjes om een aantal dingetjes erbij te pakken. Mocht je dat nog niet in het bericht hebben gezien in de groep, dan kunnen we daarna lekker beginnen zonder dat iemand nog wat hoeft te pakken. Opgerold dekentje of een handdoek. Een riem of een yoga strap. En een blokje, ook voor een van onze poses. Dan mocht je het fijn vinden, iets in de kleur rood of een grondende steen en een lekker theetje of watertje. Dus ik geef je even 2 minuutjes de tijd om jezelf klaar te maken voor deze les en dan gaan we lekker beginnen. Goedemorgen, Brenda. Een beetje schuin, zo wat rechter. Voor de mensen die alles al hebben, ga lekker zitten op je matje, op je kussentje, in Sukhasana, kleermakers zit, of als je het fijn vindt, op je knieën, als dat oké voelt voor je knieën uiteraard. Dan mag je eventueel een blokje tussen je voeten plaatsen. Dan rol je schouders even op naar je oren en naar achteren. Of je nou in kleermaker zit of op je knieën. Vind dan een punt voor je. Laat je blik daarop rusten. Of sluit lekker je ogen. En keer even inwaarts. Hier in deze zittende positie, waar we nog een paar minuutjes blijven. Mag je even kijken of je je inademingen kan verdiepen en je uitademingen kan verlengen. Misschien wil je even een lekkere zucht maken of even nog gapen. Iets in je gezicht. Lekker uitstrekken of bewegen. Er is niemand die kijkt. Dus doe even wat goed voelt. En inmiddels zijn er mensen die nog wat extra dingetjes misschien moesten pakken ook weer terug. Dus kom lekker zitten. Als je daar nog niet was, in kleermaken zit. Of op je knieën. En dan laat je je zitpotten rusten op je hielen. Of je zet een blokje tussen je voeten. Dan gaan we even 3 keer diep in en uitademen samen. Adem 1 keer diep in door je neus. Voel je buik het lucht. Volle uitademing door je mond. Nog 2 keer in door je neus. En uit door je mond. Let it go. Laatste keer in door je neus, voel je buik het lucht. En uit door je mond. En voel even wat dat met jou deed. Wat dat met jou heeft gedaan. Je mag weer op een normaal tempo ademen. Probeer je ademhaling niet per se te controleren nog hier. Gewoon even de stille observeerder zijn. Kijk even of je kan connecten met je innerlijk zijn.
Misschien zijn er wat gedachten die nu jouw aandacht vragen. Misschien voel je ergens in je lichaam wat spanning. En dat is helemaal oké. Dat mag er zijn. En dat zijn kleine dingetjes waarop je niet hoeft te focussen. Maar elke keer wanneer je even afdwaalt, wat helemaal normaal is, probeer jezelf niet te beoordelen. En kies elke keer weer opnieuw om te focussen op die sensaties van je inademingen en je uitademingen. En dit is als het ware een anker voor ons gedurende onze les, die ons in ons lichaam houdt en bij de les houdt. Althans, de les is vooral kijken en voelen wat jouw innerlijk wezen, jouw innerlijk zijn van jou verlangt. We zijn inmiddels bij week 5 van het binnenblijven, zoveel mogelijk binnenblijven. Misschien voel je een gevoel van onzekerheid. Dan weet je niet waar je aan toe bent of wat na deze situatie gaat gebeuren. En dat is ook helemaal oké. Dat is voor ons allen een les. Vandaag gaan we werken aan energielijnen en aan poses die ons helpen om beter te gronden. Je mag even kijken of je het fijn vindt om een intentie te zetten voor deze les. Of misschien is er wel een persoon in je nabije omgeving die wat meer gronding zou willen geven. Wat meer stabiliteit en steun. En kijk even wat dat of wie dat voor jou is. En probeer dan met je volgende 3 in- en uitademingen het gevoel van die intentie of die persoon door elke cel en vezel van jouw lichaam uit te spreiden. Na je derde en laatste uitademing, open je langzaam je ogen met een prachtige glimlach. Welkom terug, lieve mensen. Mag van je blokje afkomen als je erop zat of vanaf je kleermaker zit. Mag je komen liggen over je opgerolde dekentje of je kussen? We gaan in een van mijn favoriete poses. Dit is de butterfly, waarbij we de deken zeg maar net onder onze schouderbladen hebben. Dus bij de vrouw is het meer de BH-lijn, de BH-band. We plaatsen dus de zolen van onze voeten tezamen, want de knieën vallen naar buiten. En we rollen dan ontspannen over ons dekentje of over onze handdoek. Mag je armen even lekker uitstrekken in een T-vorm. Mocht je op een moment voelen dat het intens is voor je knieën of voor je heupen, plaats dan een kussentje of een blokje onder je knieën. Die blijven hier een paar diepe in- en uitademingen liggen. En daarna is het aan jou om de laatste paar minuten te blijven. Ik ga weer rechtop zitten om beter te kunnen praten en uit te leggen. Probeer langzaam in deze pose te zakken. Misschien nog een paar keer bewegen en jouw ideale houding vinden. Om echt die stilte en rust te ervaren.
Voel hoe je met elke uitademing steeds meer mag ontspannen, steeds meer loslaat, steeds meer één wordt met de aarde. We blijven hier nog voor ongeveer 2,5 minuut. Dit is een prachtige hartopener. En tegelijkertijd ook heupopener. En alle pezen en spieren rondom ons heupgebied. En de binnenkant van onze benen. Maar ook de voorkant van ons lichaam. Krijg wat meer ruimte. Een diepe inademing door je neus en volle uitademing door je mond. Probeer daarbij altijd de uitademing ietsje langer te laten zijn dan je inademing. Om zo je lichaam het teken te geven dat het veilig is. Blijf nog voor 1 minuutje hier. Voel even voor jezelf. Wat deze hartopener en heupopener bij jou teweeg brengt. Nog 3 laatste. Een diepe in- en uitademing hier. En dan langzaam je knieën naar elkaar toe. Dan zet je voeten even op heupbreedte. Mag je langzaam werken voor wervel je heupen omhoog brengen. En je dekentje of je rol, waar het ook van gemaakt is, naar beneden schuiven. Net onder je heiligbeen, je sacrum. Van hieruit strek je je rechterbeen uit. Breng je linkerbeen naar je borstkas. Je staat je handen ineen over je scheenbeen of over je knie. Je mag altijd als je wil je strap of je ring gebruiken, zodat je je ellebogen lekker op de grond kan laten rusten. Mocht het nou oncomfortabel zijn voor je knie, van je rechterbeen, mag je ook altijd iets onder je knie plaatsen. Sluit dan lekker je ogen en keer weer inwaarts. We blijven ongeveer voor 2,5 minuut hier in stilte. En ik weet dat het moeilijk kan zijn om totale stilte te voelen in je lichaam en in je geest. En vooral als we beginnen met yin yoga, kan het een zeer grote uitdaging zijn om helemaal stilte te kunnen ervaren. Omdat we zo gewend zijn om te bewegen, te denken, met de volgende stap bezig te zijn. Maar juist daarom is het nu even het moment om even alles los te laten. Om even puur te zijn. Je hoeft helemaal niks. Je bent al genoeg. Je bent precies op de juiste plek waar je moet zijn. We blijven nog voor ongeveer 1,5 minuut hier.
Om onze mild en maaglijn, waar we onder andere mee werken, zijn meridianen die ons helpen om onze stofwisseling op gang te brengen, maar ook om ons immuunsysteem te blijven versterken. Dit heeft uiteraard te maken met elkaar. Hoe beter we kunnen afvoeren van hetgeen wat ons niet dient, hoe beter, hoe sterker ons immuunsysteem kan blijven. Yin yoga, onder andere, is dus heel goed in deze periode. Veel mensen angst kunnen ervaren en nou, misschien een beetje stress ook. Blijven we nog voor 5 laatste. Diepe in- en uitademing hier. Waarbij je voor 3 tellen, voor 3 tellen inademt, of 4 tellen inademt. En voor ongeveer 6 tot 8 seconden uitademt. En zo werken we met ons parasympathische zenuwstelsel. Onze rust, het verterings- en helingssysteem. Nog 2 rondes van ademhaling hier. Van hieruit breng je langzaam beide voeten weer op de grond met gebogen knieën. Breng even voor een momentje, voor de volgende pose, de rol onder je heupen vandaan. En dan breng je je linkerknie weer even naar je borstkas toe. En dan mag je hem helemaal naar de rechterkant laten vallen. Dus we komen hier in een twist. Tegelijkertijd buigen ons rechterbeen, waarbij we proberen ons voet vast te pakken. De cat catches is stil. Dus de kat pakt haar staart. Pose is dit. Als je niet bij je voet kan, dan mag je je riem of je strap om je voet heen slaan. En dan je de strap vastpakken achter je rug. Je rechterhand rust op je knie, zodat hij niet te veel omhoog komt. Probeer dan je linkerschouder steeds iets meer met de grond één te laten worden. We blijven hier voor de komende 3 minuten liggen. Sluit lekker je ogen. En keer weer inwaarts. En voel welke lijnen van energie, welke spieren en pezen je op deze manier stretcht, verlengt, meer ruimte geeft om alle energie en bloed beter door te laten stromen. Bij Yin Yoga werken we met de diepere lagen van ons connective tissue, ons bindweefsel. Dit heeft allerlei prachtige kwaliteiten, zoals anti-aging, die veroudering. Maar ook het afvoeren van gifstoffen. En daarnaast het loslaten van emoties. We hebben nog ongeveer 2,5 minuut hier. En ik wil je vragen om in deze twist even stil te staan bij hetgeen wat jij
wil loslaten. Wat jij wil verwerken. En op deze manier, in deze pose, detoxen, ontgiften we ons lichaam. Met de interne massage die we onszelf geven, wanneer we diep in en diep uit blijven ademen. De laatste minuut blijf ik met jullie liggen. Met je volgende 5 rondes van ademhaling mag je alle dingen die in je naar boven komen, zowel situaties in het verleden, als dingen op werk of relaties die je niet meer dienen, mag je steeds meer loslaten door zo lang mogelijk uit te ademen. We doen dit samen in stilte. Uiteraard mocht er niks opkomen. Kijk even of je nog iets dieper kan graven. Of rust lekker in stilte. Nog een allerlaatste voor nu. Diepe inademing door je neus. En volle uitademing door je mond. Laat het gaan. Dan kom je langzaam weer terugrollen. In het midden van de mat. Mag je even je knieën tegen elkaar aan laten rusten. Ja, voeten komen iets breder dan de heupbreedte. Breng even je handen op je onderbuik. Probeer je onderrug hier zoveel mogelijk op de grond te laten. Dan kijk even of je hier weer kan genieten van deze neutrale positie voor je lichaam, voor je wervelkolom. Maar ook even mag verbinden met jouw staartbeentje. Maar jouw wortelchakra, jouw rootchakra, zich begeeft. We blijven hier voor 3 rondes van ademhaling. Langzaam open je ogen weer. Breng je knieën van elkaar. Zet je voeten ietsje meer naar elkaar toe. Dan druk je jezelf af vanaf je voeten. Breng je heupen omhoog. Span je bilspieren, buikspieren lichtelijk aan. En pak weer je rol, je teken. Leg die onder je huidige been. Strek dan dit keer je linkerbeen uit. Breng je rechterknie richting je borstkas. Je staat je handen in 1 en blijft u lekker ontspannen liggen. Misschien wil je nog even voelen wat voor jou een comfortabele houding is. Mag je nog even bewegen? Voel dan dat je weer helemaal los mag laten. En helemaal je lichaam voelt zakken in je mat, in de aarde. En even 1 woord met die aarde die altijd onder jou is, onder je voeten, en die we soms niet meer bewust meemaken, omdat we niet meer echt voelen wat die aarde voor energie afstraalt. Breng je aandacht naar de plekken waar je spanning voelt. En kijk of je het mag verzachten met elke uitademing.
Het gebied rondom onze heupen. Het is een gebied waar, omdat we veel al zittend werk doen of staand, lang in dezelfde houding zitten of staan, dus erg veel emoties en energie kan op worden geslagen. Mocht er iets opkomen waarvan je denkt, hé, wat is dit? Dit is totaal normaal tijdens Yin Yoga. Het mag er allemaal zijn en dit is onderdeel van jouw helingsproces. We brengen naar de oppervlakte in plaats van er net onder, wat we niet meer zien. Wanneer we echt kunnen voelen wat ons lichaam of onze ziel ons wil vertellen, kunnen we er ook echt mee werken. We kunnen steeds meer bepalen wat goed voor ons is en wat minder goed voor ons is. We blijven nog voor 1 minuutje hier, 1,5 minuut. Vijf laatste rondes van ademhaling hier. Wat geeft jou nou echt een gevoel van gronding? Wat geeft jou een gevoel van steun? Van stabiliteit? Misschien is dat slechts één klein ding die je voor jezelf mag uitnodigen. In je dagelijkse rituelen. Iets waarvan je een tijd lang dat weg hebt geschoven en niet zo belangrijk voor jezelf vond. Nog 3 rondes van ademhaling hier. Breng dan langzaam je knie naar de linkerkant. En breng even, trek even het dekentje onder je heupen vandaan. Je mag je linkerhand laten rusten op je rechterbeen. Je buigt hierbij in de linkerknie. Je probeert die van achter je rug vast te pakken weer voor de cat. Catjes is stil. Mag je richting het plafond kijken of naar de linkerkant? Ik denk hierbij, richting het plafond is het beste. Je mag altijd je riem weer gebruiken of je strap. En als het te intens voelt, breng dan uiteraard je rechterknie iets meer omlaag. En laat je voet gewoon een beetje ontspannen, hangen achter je rug. Voel echt wat voor jou goed voelt. En ga nooit over je grens. Maar uiteraard is het goed om een diepe stretch te ervaren, maar ga ongeveer tot 70% of 80%. En nooit tot je allerdiepste stretch. Jij mag hier nog ongeveer 2,5 minuut blijven liggen. Ik zou de tijd in de gaten houden, zodat jij nog 10 kan ontspannen.
Ga even met je gedachten naar de plekken waar je misschien wat spanning voelt. Geef er wat kracht en energie en liefde. Met elke inademing een rood licht in te ademen. En met elke uitademing verspreid je dat rode licht. Over elke cel en vezel waar je die spanning voelt. En rood is de kleur die verbonden staat met ons root chakra. Met ja, onze wortelchakra. Je kan er altijd voor kiezen op dagen. Dat je je niet zo gegrond voelt om bijvoorbeeld rode sokken te dragen. Ga nog even voor drie laatste diepe in- en uitademingen naar die plekken in jouw lichaam. Dan stuur even wat de rood licht naartoe. Na je derde uitademing, rol langzaam weer terug op het midden van de mat. Breng even je knieën richting je borstkas. Rol een beetje naar links en rechts. Masseer je onderrug. Masseer je niergebied. Breng dan even je hoofd naar je knieën. Sla je armen nog wat steviger om je heen. Je benen heen. Geef jezelf een knuffel. Als herinnering om van jezelf te houden. Rol dan een beetje naar voren en naar achter, zodat je over je hele wervelkolom heen rolt. Uiteraard als dat goed voelt, totdat je in een zittende positie komt. Van hieruit kom je even op jouw manier in Child's Pose. En je knieën zijn niet helemaal op z'n allerverste naar de rand van je mat, maar wel een klein beetje uit elkaar. Dus niet een totale wide-legged child's pose, maar een klein beetje uit elkaar, zodat onze heupen openen en onze staartbeen beter kan verbinden met de aarde. En uiteraard, mocht je gevoelige knieën hebben, breng je dekentje onder je knieën. Mocht je voelen dat je zitpotten niet je hielen raken, breng je een blokje of een boek tussen je voeten. Mag je je hoofd naar beneden laten zakken en je voorhoofd laten rusten op je handen. Voel hier hoe je derde oog verbonden is met je handen. Daarna je handen gegrond zich verbinden met de aarde. Mocht dit voor je knieën of voor je rug of ergens op een plek in je lichaam toch niet werken, dan breng je je knie ietsje meer bij elkaar of naar elkaar toe. Of je komt op je rug liggen en je slaat. Je brengt je knieën even naar je borstkas. En dan een klein beetje van elkaar. Op deze manier kan het ook. Zo heb je wat minder druk op je knieën. Dus kijk even wat voor jou werkt. Alles is oké. Blijf maar voor 2 minuutjes hier. Kan je echt verbinden met de aarde?
Wat is jouw relatie met de aarde? Wat is jouw gift die je in de wereld zet? Die je in de wereld brengt om de aarde een betere plek te maken? Mocht je voelen dat je dat nog niet doet op jouw manier of de manier die je zou willen, kijk dan even wat een eerste stap mag zijn om dat in werking te zetten. Nog 1 minuutje hier. Drie laatste diepe in- en uitademingen. Kom dan langzaam met je volgende ademhaling omhoog met je bovenlichaam. Dan mag je als je wil je knieën een klein beetje meer bij elkaar brengen. Je zitpotten rusten nog op je hielen. En als het oké okay voelt voor je knieën, kom je hier een klein beetje naar achter. Voor je hero's pose. Hier blijven we niet zo lang. 1 minuutje maar. We hebben hierna nog 2 poses te gaan. Waarin we iets minder lang dan de rest van de poses blijven. Omdat ze best wel intens zijn. En meer een beetje voor de yin yoga ook best wel een yang energie in zich hebben. Sluit even je ogen en dan neem nog even 3 diepe in- en uitademingen. Connect met je staartbeentje met de aarde. En voel even als het ware alsof er wortels vanuit je staartbeentje groeien in de aarde. En zo connecten met de warmte, met de kracht die binnen in de aarde huist. Nog 1 laatste diepe in- en uitademing hier. Open dan langzaam weer je ogen. Ik hoop dat het oké is voor jullie als we vandaag een beetje over de tijd gaan. Ik zie dat we al ongeveer 40 minuten aan het streamen zijn. Maar ik wil jullie graag de volledige sequence meegeven. En kom even op je handen en knieën. Breng even je handen op de mat. Spreid je vingers wijd uit. En je tenen in de mat, dan druk jezelf even voor een momentje omhoog in je downward facing dog. Peddel even je hielen op en neer als je wil. Misschien een beetje twisten naar links en rechts. Dan druk even de vloer weg, verleng je rug. Dan langzaam je knieën weer zakken. Stap dan je linkervoet naar voren. Breng dan je hand op je bovenbeen. Je knie is boven je enkel. Je mag je hand of je elleboog laten rusten. En kijk even of je knie in lijn mag zijn met je tweede of derde teen. Dit kan best wel intens zijn voor je rechterheupflexor. En dat is ook de bedoeling. En hier ook weer ga je even naar die 70 of 80% van je stretch. Dus overstretch jezelf niet. Even de tijd in de gaten. Uiteraard mag je ook een blok of een boek gebruiken als je voelt dat je wat meer steun nodig hebt. Sluit lekker je ogen. Een keer inwaarts. Als het intens is voor je knie, kan je altijd je tenen in de mat zetten of iets onder je knie brengen. Blijf hier nog voor 5 diepe in- en uitademingen.
Sluit je ogen en probeer in deze diepe stretch alsnog de ontspanning te voelen. Met elke uitademing kijk je of het fijn voelt om nog iets dieper te zakken. Een ronde van ademhaling hier. Dan langzaam even met je gewicht naar achteren. Breng even je tenen omhoog. En je vingers toppen op de mat of op je blokje. Een diep in- en uitademing hier. Breng dan je gewicht naar voren, buig je knie. Breng je knieën even weer naast elkaar. Stap dan je rechtervoet naar voren. En kom even in deze lage lunge. Voel even je blokje of je boekpijn. Vind weer even jouw houding die goed is. Let op je knie dat die naar binnen valt. Sluit lekker je ogen. En keer inwaarts. Voor 5 diepe in- en uitademingen. Laatste ronde van ademhaling hier. Dan nog even vol. Dan langzaam met je gewicht naar achteren. Je tenen komen omhoog. Neem even een diepe in- en uitademing hier. Probeer je rug recht te houden. Breng je gewicht naar voren, je handen op de mat. Breng even je knieën naast elkaar. Druk jezelf omhoog. Knieën down dog voor 1 laatste keer. Blijf hier voor 1 diepe in- en uitademing. Wandel je voeten dan naar voren. Laat je zitten zakken. Breng even je voeten op heupbreedte. En laat jezelf wervel voor wervel zakken. Met je buikspieren een klein beetje gespannen. Strek dan lekker je benen uit. Je voeten zijn op heupbreedte. En je tenen vallen naar buiten. Je handpalmen wijzen richting het plafond. Of als je wil, mag je even op je hart plaatsen of op je onderbuik. Voel even waar jouw lichaam meer behoefte aan heeft. Het is jouw practice. Dus jij weet het beste. Sluit dan lekker je ogen. Als je dat nog niet had. Een keer inwaarts. Wees jezelf dankbaar dat je de tijd hebt genomen om even deze les mee te doen. Om even te landen in je lichaam en op aarde in plaats van in je hoofd. Misschien wil je een diep in- en uitademing nemen nog hier. Vind dan weer de stilte in je hoofd en lichaam. En tijdens deze Shavasana zou ik met jullie graag een verhaaltje willen delen met een prachtig boek van een van mijn teachers die een grote inspiratie is geweest voor mij en die ook bij Fresh Fitness heeft lesgegeven. Skadi van Pasen. Een koopman komt in een bos met veel stenen en zand. De weg is lastig. Hij ziet een andere koopman die van de weg is geraakt met zijn kar, waardoor het karwiel kapot is gegaan. Hij helpt de man zijn wiel repareren
En als ze klaar zijn, bedank de onfortuinlijke koopman om door een aantal takken te geven. De koopman vindt het wat raar, want wat moet je nou met een bos takken die je zelf ook wel kunt sprokkelen? Maar uit respect neemt hij de takkenbos aan, want ze nemen afscheid. Na een tijdje komen ze elkaar weer tegen. De koopman bedankt de andere koopman voor de takken en vertelt dat hij ze verbrand heeft en dat de kinderen met het overgebleven houtskool prachtige tekeningen hebben gemaakt. En dat ze er dus veel plezier van hebben gehad. De andere koopman zet grote ogen op en vraagt of de koopman niet wist dat het sandelhout was, omdat hij de takkenbos voor heel veel geld had kunnen verkopen op de markt. De takken waren heel veel geld waard. De moraal van dit verhaal is: als je de waarde niet kent van iets, bijvoorbeeld als iemand kijkt naar jij, naar jou in bepaalde yoga-houdingen. En diegene vindt het gek dat je in aparte houdingen ligt. Misschien vind je dat zelf wel. Oordeel dan niet te snel. Je kunt de waarde van iets pas inschatten als je het doet. Niet oordelen, maar voelen wat de intentie is. Voel even wat dit verhaal met je doet, of het resoneert met je. We blijven nog voor een minuutje hier liggen. Of als je wil, blijf je lekker zo lang mogelijk liggen. Maak het jezelf comfortabel. Land dan langzaam weer terug in je fysieke lichaam. Word je bewust van je omgeving. Of van alle zintuigelijke sensaties. Horen. Voelen. Proeven. En ruiken. We zien het eigenlijk nog niet. Laat je ogen nog even lekker dicht. En als je het fijn vindt, begin je met je vingers en je tenen te bewegen. En even alle levensenergie terug te laten vloeien. En dan met je volgende inademing je armen boven je hoofd. En verleng je hele rug in je lichaam. En met je volgende uitademing. Je knieën naar je borst. Rond je rug. We rollen lekker weer naar links en rechts. Voel dat je lichaam automatisch op één van jouw zijden komt te liggen. Neem even een momentje hier. No need to rush. Wanneer je er klaar voor bent, druk jezelf omhoog in een zittende positie. Met je ogen nog steeds gesloten. Voel even hier hoe je weer rechtop zit. Hoe je weer verbinding maakt met de aarde, met je zitpot.
ribbot en je staartbeen. Breng dan even je handen te samen voor je hart. Kom even terug bij jouw intentie. Of bij de persoon van wie jouw practice, jouw oefening hebt opgedragen. Hoe voel je je ten opzichte van het begin van de les? En kijk even of je nog iets mag meenemen voor jezelf. Wat was datgene wat misschien in je opkwam gedurende de les? Een kleine dingetje wat je voor jezelf mag implementeren. Om gedurende jouw dagelijks leven meer gronding te ervaren. Breng je handen dan tezamen voor je voorhoofd, je derde oog, dat al je gedachten puur mogen zijn. Breng ze voor je mond, dat alles wat je spreekt puur mag zijn. Breng ze voor je hart, dat alles wat je geeft en ontvangt puur mag zijn. En buig dan naar je hart. Namaste. Dank jullie wel, lieve mensen, voor het joinen van deze les. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Voor nu zou ik jullie nog een kleine tip willen meegeven. Wat ik dus al eerder zei in de les. Je kan rode kleding dragen. Zowel sokken als ondergoed helpen je om meer te gronden. Of je daar nou in gelooft of niet. Je kan daarnaast ook wortelgroenten gaan eten. Zoals bijvoorbeeld wortelen, aardappels, echt aardige groenten. En ja, dat was het even voor nu. Ook edelstenen kunnen je helpen uiteraard. Ik heb een hele mooie donkerrode granaat. Voor nu heb een prachtige dag. Blijf lekker ontspannen en gegrond. Heel veel liefs en geniet nog van jullie tweede Paasdag. Lekker eten, lekker samen zijn met familie en vrienden. Ciao! Wat fijn dat ik goed te verstaan was. Ik had het lekker in stilte gehouden. En uiteraard mag je altijd ervoor kiezen om, wat ik vergeten ben om aan het begin van de les te zeggen, om zelf je muziekje aan te zetten. Alright. Ciao lieve mensen.